GGD Gelderland-Zuid start half september met de Gezondheidsmonitor 2016. Dit is een groot vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van de volwassenen vanaf 19 jaar en ouder. Bijna 45.000 inwoners van de regio Gelderland-Zuid ontvangen een vragenlijst. Hierin staan vragen met betrekking over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid. De gezondheidsmonitor wordt iedere 4 jaar herhaald. Alle GGD's in Nederland starten deze maand met de gezondheidsmonitor. Dit gebeurt overal op dezelfde manier. Hierdoor is het mogelijk de resultaten op regionaal en lokaal niveau te vergelijken.